Hey mensen, Bart is hier. We zijn weer terug op de Noordfries, maar dat is 2.8. 2.9 zal waarschijnlijk binnenkort uitkomen. En het regent. Joehoe! Waarom joehoe? Kijk, de trekker wordt schoon. Hoef er niks aan te doen. We hebben hier alvast een ingezet. Wat is die aan het doen? Volgens mij gaat hij links en rechts. Ook deze wordt vrij schoon. Alleen het blok voorop dus niet. De trekker wordt redelijk schoon. De cultivator is ook redelijk schoon door de regen. Ik heb de tijd op 5 gezet. Ietsje sneller loopt. Nou, zo zijn we dus een beetje alles bij langs aan het gaan. Hier staat ook nog wat rotzooi. Moet ik eigenlijk weg hebben. Een flatbed. We spelen niet zo heel veel Farm Simulator meer, maar. Oeh, die lucht staat ook veel. Dat komt dat we het spel. Hoe heet dat ding? Conan. Oh, daar heb ik instappen. Hier heb ik ook wat anders voor gevonden. Die staat stil. Er is de aardappels erin. Gewoon hier mooi met de Nieuw-Holland. Is niet zo groot. Een groot blok erachterop en dan wil het net zo goed. Als ik dit met een shovel doe, heb ik niet altijd evenveel, net zoveel ruimte als dit. Dus daarom doe ik het met de Nieuw-Holland. En die gaat aan. En de shovel en de Nieuw-Holland hebben we allebei dezelfde bak. Dus ook wel bij dezelfde bak inhoud. Dus ja, waarom niet? Nou hebben we trouwens niet zo heel veel gewassen aardappels meer nodig. Maar wat we over hebben, kunnen we altijd gaan verkopen natuurlijk. En we hebben hier nog op een flatbed staan. Waar hebben we die? Oh ja, we moeten wel even graan naar de bierbrouwerij brengen, want daar staat op een flatbed. Dat moeten we zeker nog even doen. Dat gaan we eerst even doen. Dus we springen terug naar de boerderij. En het regent hier ook binnen, dus het is niet zo heel erg. Er staat hier toch niks. Daar hebben we een trekker. En daar hebben we een trekker. En dan gooien we deze erin. Oh, eerst even de melk ophalen. Er zit niks in. Nou, die loopt wel, daar staan twee. Sorry. Ja, moet wat meer hoesten en doen en. Krijg je als je gaat stoppen met roken. Maar. Voor zover ben ik al 4 dagen geen sigaret meer aangeraakt. Wel mijn elektronische sigaret, maar. Daar ben ik ook al aan het minderen. Dus wat dat betreft. Ik weet niet waar ik hierheen heb gebracht, maar ik heb hier gebracht. Dat is mooi. Oh, dat was een goede vrede.
Power Food. Nou, twee aanhangers. Eén met tarwe. Wheat en barley. Tarwe, starten. 75. Het kan mooi in de regen, ja. Je kunt toch niks zaaien hoor. Over zaaien gesproken. Zaaimachines. En dit zijn de standaard. En de Koen Packet heb ik natuurlijk ook. Ik heb hier die Landai. En een John Deere. Nieuwe. Zaad en kunstmest. Hij is 6 meter breed. 1600 liter. Daar moet warm passen. En ik kan een heel klein trekkertje voor. Kijk, dat is wel mooi. Want dit soort grote kringen die hebben, die vragen nogal wat horsepower. Deze is ook 270. Deze is 15 meter, die 220. En deze is ook 15 meter en 270. Maar ik kan wel alles planten. Wat had ik nog meer opgehaald voor de verreker? Die staat hier niet. Voorladen zeker. Nee, ook niet. Diversen. Nee. Ja. Dat zou ik niet weten. Ik heb hier een dubbelzijdig cap opgehaald. Die kunnen we ook wel gelijk. 100, 190, 165. 165 pk, daar doen we. Wacht even. Die heb ik al over. Zetterkoppeling. Standaard zetterkoppeling. Stok. Hoofdkleur. Ja. Wat gaan wij nemen? Ik neig naar zwart of wit. Terug, we nemen wit, spierwit. Nou, deze kan naar voren. En de gerst. Nou, eens even kijken bij de winkel. Ik kan ook een gooseneck aanhanger achter. Oh, dit is wel fijn. Je zit wel ver achteruit. Dat is wel lekker. Oh, dat is wel dat is een leuk trucje. Ik ga bij huis neerzitten. Yo. Nou, mogen we straks eens helemaal op zoek gaan naar een gooseneck aanhanger. Had ik niet één. Nee. Dan gaan we nog eens helemaal op zoek straks. We hebben eerst 150.000 litertjes bij ons. Gaan we hem naar de bierbrouwerij brengen. Afgedekt. Ja, het regent. Kom op, dan moeten we wel afdekken. De zwaailamp is ook bij aan. Dat is ons zien. Lichtjes erbij aan. Die beugels voor de frontheffelijk dat we hier eraf hebben, ik vind dat storend. Dat is niet, die frontheffen is toch, werkt toch niet goed. Als je hem omhoog doet, blijft hij een halve meter achter. Dus wat dat betreft,
gaat eraf. Ga ik er nou helemaal omheen? Nee. We gaan hier over het grasveld heen, dat is niet zo heel erg. In de regen moet je dat trouwens niet doen. Het is modderig en nat en vies in het echt. Dus in het echt gaan we het eigenlijk liever niet doen, maar... Goed, in het echt rijd ik ook niet met een trekker hier overheen. En in het echt rijd ik ook geen 60 met zo'n volle kar. Maar goed, nu wel even. Nou, we zijn aangekomen bij de stortplek. Wat moest waarin? Dat gaat hierin. Nou, dat is altijd goed. Dus, dan weten we gelijk dat we de tweede daarin moeten. Is dat mooi dat die zwaailampjes ook goed doen op de omgeving. Even wel, ziet er goed uit. Nou, de tweede ook leeg. Dan kan deze productie weer opgestart worden. Yep, daar gaat het. Gaan wij nou ook gasolie erin zitten of niet? Daar zit nog wat in. Gooi ze er even af. Er zit nog aardig wat in. Wat gaan we ermee doen? We nemen hem mee. Ik denk we kunnen hem laten staan, maar we kunnen hem ook meenemen. Ja, we nemen hem mee. Dat is te strak. Zo klaar met vullen, dus nee, het zat niet zo barre ver in. En ze komen mooi mee. Ja, ik ben even bezig met 3-4 vingers tegelijk. Even de snelheidslimiet op 46. Om er niet zo erover te vliegen. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat regenen. Dat ging veel te snel. Klein beetje. Er lag vogelpoep op straat. Er lag een stukje vogelpoep op straat en daar gleed ik over uit. Oké. Dat veld is ook toch van mij, hè? Dat mag ook wel gezaaid worden. Als ik nou die kleine zaaimachines ophal. Oh, daar mag kunstmest op. Die kleine zaaimachine. Heb ik een klein, ja, die kunstmest er al is. Ik
ik heb twee kunstmestrooiers nodig. Dat wordt niet. Die T5'jes. Ik heb een T6'je bij de houthandel staan. Even, ik kan deze ook als hij is vol en hij is vies. Stuk omhoog. Display dit ook gewoon kunnen doen van mij. Als ik daar aan de andere kant ben, dan zet ik Coreplay aan. Ik wil eens even kijken of Coreplay dat ook kan doen. En als Coreplay dit ook gewoon kon doen, dan haal ik er nog een mee op. En dit is ook Coreplay. Die hoekjes zijn vergeten natuurlijk, hè. Coreplay gaan we hem wel even inpakken. Buiten het veld zetten. Zo. Even kijken wat voor veld we zitten. Veld 2. Coreplay. Veldwerk. Veldwerk. Veld, wat zei ik nou? 2? Veld 2. En 36 meter. Eén keer rond, ja, vind ik best. Te zien. Oké. Nee, hij doet het niet. Verkeerde gereedschap voor deze modus. Kunstmest. Huidige route 36 meter. Dat is goed. Nu dan? Ja, nu wel. Uitklappen. Kunstmestveld 2 had ik ook nog wat. En dan maak ik hier spuitenveld 2. Ik vind het best. Hij doet hem er een beetje overheen en ga iets netjes. Goed zo. Hier op de hoek hadden wij ook nog wat staan. Een T5'je.
Oh, dat kan geoost, ook nog geoost worden. Ja. 99% kunstmest. Ja, ik heb een klein hoekje gedaan. Wij gaan nu naar veld 15. Hebben wij kunstmest veld 15? Ja, we hebben kunstmest veld 15. Als ik hem nou hier neerzet, komt hij dan ook gewoon. Is hij nou geladen of niet? Kunstmest veld 15. Toch, oké. Nou, hij is ook nog bezig. Hij is bezig. Die moeten we doen. Daar moet gezaaid worden. Ja, nog een T5. Dan gaan wij deze even. Ja. Demonteren. En dan gaan we naar de zaaimachines. Ik wil toch even kijken hoe die nieuwe werkt. Ik vond hem wel leuk. Het zag er goed uit. Ik denk, die moeten we hebben. Het is niet zo groot. Resetten. Ja. Ik wil niet zo ver rijden. Anders moet ik de trekker helemaal daarin brengen. En het was ook beter geweest, maar het zijn natuurlijk wel kleine cultuurwandjes. Hè? Je moet in principe niet zo paraffin uitmaken. Nou, ik kan kunstmest hebben en Zara. Dus kijken of die ook dat gaat wel mooi open. Dus kijken of die dat hier ook weg kan halen. Yep. Nou, dat vind ik al heel wat beter. Maar die hele grote machine kan dat natuurlijk niet doen. Kijk eens, nou, klap die dicht. Uit, het is mooi. Zit niet zo bar veel in, maar als ik die nou eens ga verhogen, voor mezelf kan gaan verhogen. Het is een mod, dus aanpassen kan ik. Dat is gewoon bij de XML-files. Niet te veel aan veranderen, alleen de inhoud even. En meestal doen ze dat dan. Wat ga ik eigenlijk zagen? Op is ook veel vragen natuurlijk, ja. En voor nood kan ik hier altijd nog even twee een kunstmestbakkie en hoe is zo'n ding? Een kunstmestbak en zadenbak. Ook hier gaan wij proberen. Nee. Die. Zaaien. Veld. 18. Werkbreedte. Rekenen.
5,3, daar maken we iets mee. Daar maken we 5 meter van. Starthoek. Eén keer rond. Drie keer rond. Dat is beter. Dan gaan we op de starthoek zetten. De startlijn naar richting de startlijn. Kijk, hij wil die kant op, dus we gaan die kant op zetten. Beginnen. Veld 18. Oeh, veld 18. Ja, ik moet hier nog wel bij langs zelf. Maar hij doet wat. Nou, die kan ook gaan. Die is bijna klaar, dus die moet ook weer opnieuw gezaaid worden. En daar is wat gedaan. En daar heb ik 2 trucks staan. We hadden een truck nodig voor. Daar staat ook een truck. Oh, die staat hier te lossen. Oké. Okay. Kleine truck, grote trailer. Grote truck, kleine trailer. Ja, ja, dat doen we dus niet. Daar staan de trucks. Kijk, deze is dus nog niet schoon. Deze is wel schoon. Het is grijs, het is zwart. Grote truck, grote trailer. Ja, ben ik weer op weg. En dan ga ik pallets halen. En ik ga een beetje heen en weer alles schuiven. En saai werk. Ik wens jullie het allerbeste. Is ook klaar. Wij zijn allemaal klaar. Hey mensen. Zo, ik wens jullie het allerbeste en tot de volgende keer. Mooi hè? Mooi.